Breda Nu. Je weet het meteen. Als opwarmer voor Popronde Breda 2017 gaf de band Voltage een in-store optreden in muziekwinkel Green Vinyl aan de Veilingkade. Tijdens dit in-store optreden speelde deze bluesrockformatie semi-akoestisch. Maar op 16 november tijdens de popronde spelen zij nogmaals op volle kracht in Café Bel Air. Jullie doen mee aan de popronde. Wat verwachten jullie daarvan? Een nieuw publiek te bereiken eigenlijk. Jonger publiek. Het is eigenlijk heel gemengd publiek. Jong en oud komt er allemaal op af. Tot nu toe hebben we iedere keer wel goed bezochte shows. Dus dat is wel heel tof. Nieuwe mensen bereiken eigenlijk met het nieuwe werk wat we net hebben uitgebracht. Ja, ik denk dat de meeste mensen jou zullen herkennen van The Voice. Want dan ben jij tweede geworden. Hoe was het om daaraan mee te doen? Superleuk ten eerste. Hard werken. En verrassend. Ik heb altijd gezegd van ik ben wel een bandpersoon. En ik heb deze band niet voor niks opgestart. Begonnen een jaar of 7 terug. Maar toen ik tweede werd, dan heb je zeg maar een soort succes binnen dat programma. Toen heb ik de band daarin gewoon meegenomen. We hebben bij een hele goede boekingskantoor kunnen tekenen, zeg maar, en samenwerking mee aangegaan. Die heel veel vette shows voor ons hebben geregeld, dus vooral spelen. En dat is wat ik het liefste doe met de band. En dat is gewoon volle gas spelen en zoveel mogelijk hartjes en zieltjes winnen voor onze muziek. Breda Nu. Je weet het meteen.